Ik vind dit zo'n ontzettend mooi land. Ik vind ook ons landschap zo mooi. Die velden en die uiterwaarden. En dan zo'n molentje. Niet zo'n moderne windmolen, maar zo'n oude. En dit, gewoon de traditionele landschapsarchitectuur. Ik vind onze taal subliem. Echt, Nederlandse taal echt een hele mooie taal. Die combinatie die we hebben van enerzijds christelijke achtergrond, anderzijds toch heel vrij gevochten. Het is een soort permanent spanningsveld in. Dat vind ik prachtig. Ja, ik ben trots op onze ondernemersgeest. Wat we allemaal, al die bedrijven, die fantastische bedrijven die we hebben opgezet, die de wereld hebben veroverd. Dat moeten we moeten weer durven dromen. We moeten een grote luchthaven in zee gaan bouwen, bijvoorbeeld. We moeten een magneetzweefbaan gaan bouwen tussen Groningen en Amsterdam, zodat je in een kwartiertje heel Nederland door kan. We moeten naar de maan, weet je wel. Wij zijn zo een mooi land. Ik zijn geweldig. Ik doe dit met de moed der wanhoop, omdat ik zie dat onze beschaving in korte tijd, het gaat nu nog best wel goed voor heel veel mensen, maar in korte tijd helemaal vast gaat lopen. En nu gaat het nog redelijk goed, maar over een paar jaar niet meer. En ik zie dat en ik wil proberen om dat te voorkomen. We zijn een samenleving van vrije mensen. Dus mensen hebben de keuze om wel of niet het noodlot af te wenden. Als het niet gebeurt, dan gaan we eraan. Dat kan zeg je dan? Er zijn beschavingen in de wereldgeschiedenis ten onder gegaan. Dat kan hier ook gebeuren. En als dat gebeurt, dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, die Baudet was misschien een arrogante eikel en heeft hem ook niet te weigeren. Dat zou allemaal van me vinden. Hij had wel gelijk. Het is ongelooflijk jammer. Het is eeuwig zonde dat we niet toen, in 2019, in 2020, toen we nog een kans hadden.